We zijn op zoek naar de eerste Nederlandse junior masterchef. Je moet laten zien dat het beste gerecht is. En dan misschien kun je doorgaan. Uit honderden aanmeldingen zijn 72 kinderen geselecteerd. En de tijd gaat nu in. 3 maandagen achter elkaar strijden 24 kinderen per week voor een plek in de finale week. Ik vind dat als je een droom hebt dat je dat moet proberen waar te maken. Ik hoop dat ik ga winnen omdat ik heel goed ben. Als je goed kan koken, dan kan je gewoon goed koken. Dat ligt niet aan je leeftijd. Gefeliciteerd, jullie zijn door. Naast de vaste jury zijn er ook verschillende gastjuryleden. Zijn dit? Kippen. Juist. Met als einddoel de allereerste junior masterchef van Nederland te worden. Wij zijn streng, maar eerlijk. Vandaag gaan de eerste 24 kandidaten aan de slag in de Masterchef keuken. Toen we naar binnen gingen rennen, toen stond ik helemaal zo. Dat was heel, ja, dat was heel raar. Toen ik die studio binnenkwam, zag ik al die kinderen. En toen voelde ik me eigenlijk best wel klein. Ik kijk altijd thuis, kijk ik ook altijd met mijn vader naar kookprogramma's samen met mijn moeder en mijn broertje. Dus ik dacht, nou, ik wil ook een keertje meedoen. Ik vind koken zo leuk, omdat je neemt gewoon risico's als het moet. Want ik neem af en toe gewoon risico's die ik normaal gewoon niet zou nemen. Ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig, maar ik heb er ook al heel erg veel zin in. Ik vind het heel leuk, alleen ik wil wel graag winnen. Welkom allemaal bij de allereerste Junior Masterchef. Jullie zien hier een fantastische keuken. Maar het wordt ook de komende weken een hele spannende keuken. Want wij gaan de allereerste Nederlandse Junior Masterchef zoeken. Als je echt door wil gaan in deze wedstrijd, moet je ons overtuigen dat je kwaliteit hebben. Zometeen ga je hier koken. Je moet laten zien dat het beste gerecht is, de lekkerste gerecht is. En dan misschien kun je doorgaan. We gaan beginnen met de eerste 12 kandidaten. Tycho. Ik moet wel goed mijn best doen, want ja, het niveau ligt best wel hoog. En je moet er toch wel wat voor doen, toch? Belvin, kom maar naar voren. Sam. Mayra. Ik word junior masterchef van 2011. Jikke. Rick de Leeuw. Ik vind het gewoon leuk om te doen, want je maakt het voor anderen. En als hun het nou weer lekker vinden, dan voel je je trots. Maximilien. Nino. Quinten. Vanaf mijn 4e ben ik al aan het koken, dus ik wil het al heel graag. Vasila. Sarah. Ik wil heel graag topchef worden en mijn eigen restaurant op beginnen. En Rick. Ik doe mee met ik laat een kok worden en eeuwig roem, hè. Wij straks hebben ontzettend veel plezier met jullie. Maar we zijn de jury. We zijn streng, maar wel lief. Oké. Okay. Jullie mogen achter het fornuis. Jullie krijgen een half uur de tijd om te koken. En dat half uur gaat nu in. Een half uur om te laten zien wat je kan. Want om een ronde verder te komen, moeten ze de jury overtuigen van hun kwaliteit. Dit is
allemaal vinden. Ja? Wat ga je maken? Patatpannenkoekjes. Oké. Okay. In vorm van kleine pannenkoekjes en ze smaken naar patat. Oké, okay, ja. Klinkt lekker. Klinkt lekker. Kook je veel thuis? Ja. Ja? Ik kijk ook veel kookprogramma's. Oké, okay. Maar kook je thuis omdat je de moeder niet zo lekker kan koken? Nou, daarvoor niet. Nee, ik vind het gewoon leuk. Verstandig antwoord. Ik heb leren koken van mijn vader en van mijn moeder en een heel klein beetje van mijn oma. Iedereen gaat kalm maar gedecideerd aan de slag, behalve Nino. Die raakt gelijk in paniek. Waar zit dat ding? Waar zit dat? Ik ben in de stress. Wat kan je maken? Gevulde kipfilet. Nee? Gevulde kipfilet. Gevulde kipfilet. En met wat heb je die kipfilet gevuld? Met dragon gehakt. Met dragon gehakt? Wauw. En nu, wat ga je doen? Ga je echt een beetje aanbakken? Mm-hmm. Vind je koken leuk? Kijk, als je zegt, je koken leuk, ga je een beetje lachen. Kijk, zo moet je koken. Ik ben een beetje zenuwachtig omdat ik een beetje bang ben dat het vlees dan uit elkaar valt. Omdat de touwtjes er niet goed omheen zitten of dat het niet klaar wordt. En wat is de garnituur? Wat zei je? Wat is je garnituur? Wat ga je serveren erbij? Citroensjus van en spersiebonen. Oh, let op de klok, hè? Mm-hmm. Succes! Ik wil zo graag dat ze het leuk doet. Ze heeft zo de best gedaan. En thuis is ze heel relaxed. Maar onder die tijdsdruk is ze gewoon echt bloednerveus. De jonge chefs zijn niet de enigen die de druk voelen. De ouders houden hun kroost vanaf de tribune nauwlettend in de gaten. Koken heeft ze eigenlijk is ze steeds meer gaan doen. Dus, maar ik vond haar eerst een beetje te jong om te snijden en haar alleen te laten met messen. Maar zo'n jaar geleden mocht ze zelfstandig in de keuken. Overal snijden en malen de kandidaten alsof hun leven ervan afhangt. Een goed gerecht valt of staat tenslotte met de juiste smaakmaker. Wat heb je allemaal gemaakt? Pasta zit in de pan. Ja, ik heb een knoflookje en een rood pepertje gesneden. Ja. Pasta zit in de pan. En dan doe ik zo meteen, die heb ik gemarineerd. Zeg maar eerst ook een rood pepertje en een uitje. Ja. Die heb ik eerst 10 minuutjes laten koken. En lekker wat koriander? Ja. Nee, dat is peterselie. En dan daarna op het allerlaatst die koriander. Ja, ja. Maar dat is heel erg lekker bij pasta. Ik heb een pasta gemaakt die ik zelf heb bedacht. Pasta Lissara. Tigo, ook een pastamaker, is best nieuwsgierig naar zijn concurrenten. Lukt dat? Ja. En jou ook? Ja, goed. Het is duidelijk. Geheimen worden hier niet prijsgegeven. Hopelijk heeft chef Peter meer geluk. Het ziet er heel ambitieus uit, Tigo. Dank je. Huh? Ja. Jeetje zeg. Mooi, rivierkreeftjes. Ja. De staart is apart. Ja. Super, wat is dit? Dat zijn shiitake. Oké. Okay. Ik heb gemaakt in Lab San Souchon tegen Garde Ravioli. Van jonge peentjes, shiitake, shallot, rivierkreeft met schuimige limoensaus. Oh, Lab San, lekker. Dat is een beetje licht gerookt, hè? Ja. Mijn vader is ook kok. Mijn liefde komt daar ook wel echt vandaan. Van mijn vader. Zul je niet zoveel van je werk afhalen? Want ik vind het heel knap als je in een half uur je eigen ravioli maakt. Ik ga mijn best doen. En het deeg. Ja. Maar Tigo is niet de enige die zijn best doet. En dat valt ook de chefs op. Nu wordt het toch spannend, hè? Ja, maar veel techniek. Frituur in de oven, wordt gebakken, wordt gekookt. Ja. En die maken echt sauce à la crème. Die ander die maakt frituur van aardappelen. En kijk, nou, die is zo geconcentreerd. Het is te gek. En ik wil het allemaal winnen. Ik eigenlijk het is ook. Gewoon te leuk. Het is heel erg leuk. Mijn hart gaat kapot. Het hart van Alain is niet het enige dat op knapper staat. De zenuwen van Nino staan ook op breken. Oh. Alles onder controle? Niet echt mijn beste dag. Het ziet er wel goed uit. En het ruikt lekker. Ja. Ja? Het is gewoon heel zwaar. Je hebt het bloed heet omdat heel veel ovens aanstaan. Ook omdat er lampen op je staan gericht. En ja, het is gewoon zwaar. Vertel, wat ga je maken? Dipsoep, dat is een soort van soepje. Ja? Alleen dat ben ik niet aan het maken. Alleen ik moet wachten tot de groenten een beetje glazig zijn. Ja? Okay. Om dan ja, eigenlijk te persen zodat het een soep wordt. Oké, okay, weet je wat? We gaan even schudden. Okay. Je gaat niet op schema als ik je zo hoor. Uh-oh.
dat gaat niet goed. Dus dan probeer je echt alles te doen om het nog te redden. De stress slaat toe, de paniek slaat toe. Waar je normaal thuis relaxed in de keuken staat, is nou van... Ja, niet op de buurvrouw letten, hè? Sorry. Op je eigen gerecht, hè? Doe ik. Oké. Okay. Verderop in de keuken gaat het er, ondanks de tijdsdruk, een stuk gecontroleerder aan toe. De half Franse Maximilien laat zich niet gek maken door de klok. Kist wel veel, Jolie. Wat ga je maken? Wortelboutjes in witte wijnsaus met kanterel en aardappel en persie. Mamma mia, maar dit is fantastisch gerecht, dat. Ik heb heel veel geoefend ook. Ik heb 12 keer dat gerecht geoefend. Kook je vaak? Ja, om de dag ongeveer. En wat is jouw specialiteit? Het liefst Frans eten. Okay. Want dat kookt mijn vader ook. Okay. L'important c'est que c'est bon, hè? Ouais. Het smaak is belangrijk, hè? Ouais. Wat een concentratie. Nog 10 minuten. Ouders, opa's, oma's, 10 minuten, hè? Juich ze aan. Kom op. De meeste chefs lijken het prima onder controle te hebben. Ik heb heel erg opgelet dat ik gewoon mezelf zijn en gewoon koken zoals ik altijd doe. Dat het verzwakt is. Rick heeft daar duidelijk meer moeite mee. Heel mooi. Eén pannenkoekje was verbrand, toen zat ik wel te stressen. En ook bij Sam verloopt het niet volgens plan. Ik had water opgezet voor de dispersiebonen, maar dat wou niet klaar worden. En de dispersiebonen hadden dus eigenlijk 10 minuten moeten. Maar niet eens maar 5 tot 6 minuten gekookt. Jongens en meisjes, let op. Jullie hebben nog minder dan 5 minuten. De stress slaat nu bij meer mensen toe. Behalve bij Nino. Die heeft inmiddels een manier gevonden om te ontspannen. Ik moet ergens de stress in verwerken. Ik heb... niks om me af op te reageren, ik moet kalm blijven. Je zit de hele tijd met eten te koken, dan denk je... eten, eten, eten. Dus dan pak je gewoon automatisch. Het was wel best lekker. Vasila heeft geen stressverlager nodig. Die draait haar hand nergens voor om. Mij maakt niks uit. Italiaans, Surinaams, Marokkaans, Nederlands, wat het ook is. Ik maak het. Maar niet iedereen is tevreden. Nou, volgens mij ging het niet zo heel goed. Ik had precies hetzelfde gedaan met vlees, wat ik thuis ook had gedaan. Alleen het bakte niet. En ik dacht dat het wel klaar was met bakken. Dus ik had hem op het bord gelegd en toen zag ik het pas laat. Dus ik denk dat het niet goed is. Met Rick is het inmiddels gelukkig goed gekomen met zijn patatkoekjes. Best spannend. Soms gaat het mis en zo. Maar ik had er gelukkig meerdere gemaakt voor noodgevallen. Ik hoop dat ze het geweldig vinden als ze straks gaan proeven.